Dit is Drenthe Nu van woensdag 10 mei met vanavond een feestelijk moment in Nieuwbouwwijk in Hoogeveen. Drentse boswachters hebben een hoog bezoek en zorgen over dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Ja, ik moest van mijn de regenjas weer uit de kast houden, maar nou is het lekker dreugen, maar blijft het dat ook? Dat vertel ik zometeen. Goedenavond. De eerste buis voor het waterstofnetwerk in Hoogeveen is vandaag de grond ingegaan. Over 4 maanden moeten de werkzaamheden klaar zijn. Nou, schep maar door. 100 huizen in de nieuwe wijk Nijstad-Oost in Hoogeveen worden straks verwarmd door waterstof. In september moet het waterstofnetwerk klaar zijn, maar de huizen staan er dan nog niet. Die huizen staan al wel in de wijk Erflanden. Daar begint dan een proef met een 10-tal huizen. We gaan op korte termijn langs bij de mensen en dan gaan we een zogenaamde schouw doen. Dus dan gaan we in de woning kijken wat we allemaal moeten doen. Hoe de leidingen lopen, wat voor cv-ketel erin zit. Of mensen nog op aardgas koken, want dat gaan we ook voor de mensen doen om ze om te zetten naar inductiekoken. Dan maken we op basis daarvan een plan voor een woning. En als de mensen zeggen van dat is akkoord, dan gaan we in eind september starten met de ombouw. In de wijk Erflanden wil de gemeente Hoogeveen minimaal 100 woningen aansluiten op waterstof. In eerste instantie wilde de gemeente alle woningen uit de wijk aansluiten, maar dat blijkt door de inflatie voorlopig te duur. Eline Vedder uit Ruinewold is vanmiddag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Ze volgt Jacco Geurts op, die waarnemend burgemeester van Maasdriel wordt. Vedder was tot voor kort statenlid in de provincie Drenthe. Ze runt samen met haar man een melkveebedrijf en was ook bestuurslid van LTO Nederland. In de Tweede Kamer gaat verder zich onder meer bezighouden met Groningen, glastuinbouw, visserij en de leefomgeving. De Drentse natuurgebieden zijn er slecht aan toe en die verslechtering zet door, ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren om natuur te herstellen. Dat blijkt uit de eerste 8 natuurdoelanalyses van de provincie Drenthe. Dat zijn onderzoeken naar kwetsbare en stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Stikstof is de grootste boosdoener. Daarnaast is er ook veel verdroging. En ook voor de natuurgebieden waarvan de natuurdoelanalyses nog niet klaar zijn, is al duidelijk dat stikstof en verdroging ook daar de meeste invloed hebben. Boswachters uit het hele land fietsen en wandelen samen door het Drentse Aa-gebied om kennis uit te wisselen over de natuur en het behoud ervan. Gastheer is onze eigen Drentse boswachter Kees van Son, die zijn collega's een rondleiding geeft. Maar het is toch echt fantastisch om te zien dat eigenlijk deze hele strubbe is gewoon één boom, hè? Wij hebben hier nu 3 dagen lang hebben hier collega's op visite. En die, waar ik heel veel van kan leren. En ik kan hun ook dingen laten zien hoe ik in mijn werkgebied, hè, de Drentse Aa, het noordelijk deel van de Drentse Aa, met het gebied omga, hoe ik excursies geef. Vandaag loopt Van Son met een groep boswachters door het Strubben Kniphorstbos. De gesprekken gaan over het gebied, maar ook over natuurbehoud. Want ondanks dat gebieden in Nederland verschillen, zijn er ook overeenkomsten te vinden. Hier is het nat en bij ons is het vooral in de Maasduinen droog. Maar recreatie heb je overal. Dus recreatie, casussen, vraagstukken. Van waar wil je vooral beschermen, de natuur beschermen. Waar wil je juist de recreanten de mooie, bijzondere gebieden laten zien. En daar een goede balans in vinden. Dat is eigenlijk waar we met z'n allen in Nederland een uitdaging in hebben. En ik krijg ook heel veel terug. En wat ik als probleem zie, dat zien hun dan al absoluut niet als probleem of als uitdaging. Omdat natuurgebieden steeds meer onder druk staan, is het vraagstuk van deze dagen de toekomstbestendigheid van de natuur. Samen proberen de boswachters te kijken hoe hun gebied klaar kan worden gestoomd voor de toekomst waar mensen en natuur goed samengaan. Als je ergens trots op bent, moet je het ook laten zien. En dan denk ik, en dan ben ik er ook van overtuigd, dat mensen dan ook daar trots op worden en dat dan ook goed willen beschermen. Ik denk dat dat de oplossing zou kunnen zijn. U kent het vast wel. Bij een verbouwing komen er altijd onverwachte ontdekkingen tevoorschijn. Een extra laag behang of een lek plafond. Maar hoe zit dat bij een huis uit 1777? Huis Overzingel in Assen wordt op dit moment gerenoveerd. Daar komt nog wel eens een bijzondere vondst naar boven. En hier in deze kleine kamer, eigenlijk naast de ingang, vinden we al prachtige plafondafwerkingen. Sowieso vanuit de 18e eeuw, maar ook hele mooie begin 20e eeuwse plafondafwerkingen.
Want in een huis uit 1777 vind je geen gestukte plafonds of afgewerkte muren. En dat merkt ook het Drentse landschap bij het renoveren van het landhuis. Want naast oude plafonds komt de aannemer nog veel meer bijzondere historische elementen tegen. We zitten echt in de beginfase. Een aantal bijzondere dingen die hebben we al aangetroffen. Bijvoorbeeld deze vloer. Je ziet het is een hele mooie decoratieve vloer. Eigenlijk is het heel zeldzaam geworden. Een vloerafwerking uit de jaren 20, een jute vloer. Juist omdat die op de grond lag en zo snel slijt, is bijna nergens meer zo'n vloer behouden gebleven. Hier heb je de hele kamer nog zo'n beetje voorzien, maar je ziet nu ook wat voor slechte staat die verkeert. Maar je kunt wel heel mooi de patronen en de afdrukken zien die heel typerend zijn voor de jaren 20 van de vorige eeuw. En zo zijn er nog veel meer plekken in het huis die een historische waarde hebben. Daar is dan ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. Ja, voorafgaand aan de grote renovatie hebben we een kleurhistorisch onderzoek laten uitvoeren. Hier krap je als het ware de verflagen heel voorzichtig met de scalpelmesjes van elkaar af. En hier kun je dus eigenlijk terugkijken 250 jaar na de bouw, of in de bouwtijd van het huis, hoe het interieur is ingericht, welke kleur het heeft gehad en hoe het ooit eruit heeft gezien. Het landhuis gaat gebruikt worden als woonhuis, bed and breakfast, en er komen 4 kamers in originele stijl om te huren voor bijeenkomsten. Dit alles moet begin volgend jaar klaar zijn. In Nederland hebben naar schatting 290.000 mensen dementie, waarvan 15.000 jonger zijn dan 65 jaar. Een groep die vaak nog volop in het leven staat. Als thuiswonen niet meer gaat en verhuizen naar een verpleeghuis onvermijdelijk is, zien de dagen van de cliënten er ineens heel anders uit. Maar zorggroep Noorderboog heeft daar iets op bedacht. Hij doet het. Dat moet een man. Dit is Johan, 67 jaar. 2 ochtenden in de week gaat hij vanuit zijn verpleeghuis van zorggroep Noorderboog in Meppel naar zijn dagbesteding bij Interact Contour in Steenwijk. Daar maakt hij spechten met bel en egelhuisjes. Je zou het vanwege zijn leeftijd misschien niet verwachten, maar Johan heeft al een paar jaar dementie. Maar ik merk zelf ook wel dat het wel langzaam minder wordt. En wat wordt dan minder? Mijn geheugen. Dat ik het af en toe niet meer weet. Kijk, en als ik er dan 1 keer in zit, dan kan ik er nog wel een boel over vertellen. En dat is, maar als ik, dan net als van gisteren, omdat dat wel impact west heeft, dat we daar bij dat feestje hadden, dat weet ik dan nog. Maar net als wat ik het weekend allemaal gedaan heb, dat weet ik allemaal niet meer. Kijk, nu hoef ik dat ook niet meer te onthouden, maar het is. Maar ik voel het voor mezelf, dat voel ik ook wel in mijn hoofd, dat voel ik gewoon, dat het allemaal minder wordt. Dat het wel af allemaal, dat het langzaam minder wordt. Sinds november woont Johan in een verpleeghuis in Meppel. Dat veranderde zijn leven. Er is gelukkig 1 constante factor, zijn dagbesteding. Als iemand in een verpleeghuis woont, wordt dagbesteding buitenshuis vaak niet meer vergoed. Die van Johan wel. Hij maakt onderdeel uit van een project van 1 jaar om te kijken wat dagbesteding doet met de kwaliteit van het leven. En de resultaten zijn tot nu toe positief. Als je op jonge leeftijd dementie hebt, dan ben je ook meestal wel fysieker en vitaler dan dat je dat op oudere leeftijd hebt. Dus je ziet ook, er is een andere behoefte. En juist om ergens buiten de deur te gaan werken, wordt daar ook veel meer op de proef gesteld. Hè. Je wordt meer uitgedaagd fysiek. En je ziet wel dat mensen dan moe en voldaan terugkomen, net als wij dat samen een dag werken komen. Want als jij geen doel meer hebt, geen doel meer in je leven, ja, dan kan ik net zo goed in mijn stoel blijven zitten. En hun hebben nog een doel. De komende tijd is een spannende periode voor Johan. Want kan hij binnenkort nog wel naar de dagbesteding? Het project loopt bijna op zijn eind en om het te verlengen is geld nodig. Het zou wel een ramp zijn dat ik hier niet meer naartoe mag. Dat is echt waar. Ja, daar denk ik wel eens over na van nou, mag het nog, kan het nog? Ja. Op dit moment wordt onderzocht hoe en waar geld vandaan kan worden gehaald om aan het project een vervolg te geven. Tot die tijd blijft Johan onvermoeibaar doorwerken aan zijn spechten en egelhuisjes. De redactie van Zoek het Uit zat deze week in de steentijd. De vraag van mevrouw Den Ouden uit Meppel bracht ons namelijk naar het Hunebedcentrum in Borger. Hoe werd er in de steentijd van vlas linnen gemaakt? Nou, dit is dus vlas. En die lange stengels,
daar kun je dus uiteindelijk de vezels uithalen. En die vezels, daar kun je weer kleding van maken. Maar het is heel houterig nu, dus wat je moet doen is het proberen een beetje soepel te krijgen. En je merkt al als je dit zo breekt... Het moet zo knakken en het gaat niet kapot. Ja. Dat houterige spul er afgaat en dat daar binnenin heel veel dunne vezels zitten. Dus je zou in principe met je handen zelf al dit soepel kunnen maken en al die houterige delen eraf kunnen halen. Maar ja, dat kost wel heel veel tijd. Dus in de steentijd gebruikten ze heel veel dingen van vuursteen. En het mooie aan vlas is dat het van die lange vezels zijn. Nou, als je hier de hele dag mee bezig bent, dan krijg je uiteindelijk iets wat hierop lijkt. En nou ja, dan heb je die vezels, maar dan moet je daar nog een draad van zien te maken. Dus wat ze deden, een van de eerste manieren, want er was nog geen manier in de steentijd om te spinnen, was twijnen. En wat je dan doet, is dan pak je een klein stukje vlas, of eigenlijk heet het nu al linnen. En dan begin je in tegengestelde richting van elkaar te draaien. Ah, ik heb al ruim 2 centimeter draad. Nou, dan moeten we hier nog een stuk stof van maken. En uiteindelijk moet het dan zoiets gaan worden. Waarschijnlijk gebruikten ze meer losse lapjes die ze dan uiteindelijk weer aan elkaar maakten. En die lapjes die krijg je door te knopen of te weven. Bent u tevreden met het antwoord? Ja, ja, het was heel leerzaam. Ja. Ik heb heel veel van dat linnen wat ik in mijn tuin heb laten groeien. En ik durfde er eigenlijk verder niet wat mee, maar nou kan ik wat proberen. En u kunt natuurlijk ook uw vraag insturen naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl. Het is net stop met regen en dan roept het altijd zo lekker. En vooral hier in het bos, bij Schoonlo, dit is de zandspeelplaats. Ja, hopelijk blijft het ook nog even dreugen. Vernoemd is het nog wel dreugen. Er is dan wel veel bewolking en er staat weinig wind. Het koelt 's nachts af tot zo'n 9 graden. En in de loop van de nacht kennen er wel wat pittige buien van. Mogelijk ook met onweer. Maar blijft het nog even bewolkt. Ook dan vallen er weer buien. S'morgens kennen het dan ook gewoon onweer. En het is zo'n 17 graden. De donderdag nog gaat de temperatuur omhoog. Dan wordt het een graad of 21. Vrijdag en zaterdag liekt het ook dreugen te blijven met geregeld ruimte voor de zonne en af en toe een klein stoppelwolkje. Zondag is er 's middags wel weer kans op een enkele bui. Maar verder, heerlijke picknick weer. Dit was het voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk in onze app of op de site. Daar leest u nu onder meer dat basisschoolkinderen van gezinnen in Noordenveld, die het financieel moeilijk hebben, voorlopig gratis ontbijttassen kunnen krijgen. De gemeente heeft het project tot de zomer verlengd. Voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen.